ADO heeft afgetrapt in hun eerste wedstrijd van 2019. Lange bal richting Immers. Verdedigd door VVV, dat Mlappa net niet weet te bereiken. Vrij gedaan door Lorenzen. Hier is El Kayati. Daar is Lorenzen meteen de eerste kans. Ah, nog net verdedigd door Promes. De aanname heel goed. Het verdedigen zou je kunnen zeggen net iets te laat, maar toch ook weer net op tijd. Meijers nu met de voorzet. Die is zeker niet slecht. Wordt verlengd. Oh! Post op zijn eigen lat. Naar de kopbal van Valkenburg. Nou, dat is een vrij aparte eerste minuut. Waarbij de teruggekeerde aanvoerder van VVV denkt, nou, die bal van Valkenburg gaat nergens naartoe. Laat ik het zelf eens proberen. Bakker. Bekker. Lorenzen staat nu in de spits. Fijne bal hier van Valkenburg op El Kayati. El Kayati probeert het, zou ik zeggen, zelf. Maar het is bijna nog een assist. Daar de geschorste Beugelsdijk. Bij elke gele kaart die hij vanaf nu krijgt, is hij geschorst. Immers hoopt op de snelheid van Bekker. Oenestal kan niet komen, moet terug. En Bekker schiet hem erin. Tweede doelpunt van het seizoen van Geraldo Bekker. En een volkomen verdiende voorsprong voor ADO na iets meer dan 10 minuten voetballen. El Kayati onderschept de bal, maar de paas is toch echt van Immers. En die is van grote schoonheid. Precies in de loop. Zeer goede assist van Immers. En Bekker scoort. En dat is precies ook wat hij zelf heeft aangegeven, dat hij wat meer moet gaan doen. Mlappa. Dat is aardig geschoten door Mlappa. Natuurlijk geblesseerd begonnen aan het seizoen. Steeds belangrijker geworden, steeds trefzekerder. Dit is een heel fijn schot. Lorenzen. Zo, die krijgt wat ruimte, zeg. Lorenzen, ja, schiet er ook maar. Onestal ligt in de weg. En is terecht boos. Waarom pakt niemand bij VVV Lorenzen echt op? Zeuntjes aan de wandel. Daar heeft Immers nu last van. Die kreeg denk ik een knie op zijn bovenbeen. Of een knie tegen zijn eigen knie. Loopt even moeilijk. Susic. Goed. Post. Moet de voorzet van Joost te komen. Die legt hem goed terug. En dat is toch een serieuze kans voor Opoku. Kanon verdedigd. Meijers. Met een gelukje komt hij daar langs. Blijft hij nog in balbezit. Bekker. Nou, er zit een paar keer geluk bij, maar ADO blijft steeds in balbezit. Hij kan nu ook echt er gevaarlijk uitkomen, want Lorenzen en Troepé hebben wat ruimte. Maar dan, ja, is het schot van Lorenzen. Eén, niet zo heel goed. En twee, ook niet echt de juiste keuze. Een beetje excuses aan Troepé. Zeuntjes naar Opoku, die opeens wat ruimte heeft. Joosten. Lijkt geen ruimte te zijn voor een schot. Vindt wel die ruimte, die gaat erin ook. Joosten scoort met het nodige geluk. Want die bal wordt natuurlijk enorm van richting veranderd. Joosten krijgt de ruimte uiteindelijk toch, die in eerste instantie wordt ontzegd. Ja, dan staan er heel wat spelers van ADO in de weg. Verandert eentje die bal van richting en staat Swinkels daardoor op het verkeerde been. Ziet die bal misschien ook wel wat laat. Ja, hij gaat de ene kant op en de bal de andere. Ja, dat is niet helemaal uit het niets. Want er was natuurlijk al die kans voor Opoku. Een schot van Mlappa. Lorenzen. Oké, Jatti legt klaar. Het schot gepakt door Oenestal.
Bakker stuit op de doelman van VVV. Nou, Kayati. De bal wordt vooral omhoog gekopt. Kanon is daar nog. Nog een keer omhoog gekopt. Kanon nog steeds. Ja, Kanon nog steeds. Maar hij schiet hem net naast. Bakker. Bekker. Oh, goed aangenomen die bal. Bekker. Maar er zijn er nog twee van VVV. Valkenburg niet helemaal vrij. Vraagt om de bal. El Kayati. Schot. Nee, dat scheelt nog wel wat. En als hij uithaalt, denk je meteen die bal zal wel de kruising ingaan. Maar dit scheelt een paar meter. Zeer fraaie muts in Den Haag in ieder geval. Ver inworp. Bereikt Malappa. Zeuntjes. Die moet hem dan klaarleggen. Dat levert de schietkans op voor... Goeie redding. Post en de rebound gaat er niet in. Swinkels redt. Goed klaargelegd. Post met binnenkant voet naar de hoek. Swinkels heeft. Nou, en dan komt de Soesties op een of andere manier net niet lekker uit. Opoku. Oh, bal verkeerd geraakt. Toen weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. Bekker. Goed balletje. En daar is de treffer. De gelijkmaker van ADO. En er staat de spits klaar om in de ploeg te komen. Hij moet eruit, ja. Laatste balcontact van de wedstrijd voor Valkenburg levert de 2-2 op. Bekker geeft aan. Valkenburg wordt totaal niet goed verdedigd. Kort aanname, snel uithalen en het is weer gelijk. Die mazzel moet je dan maar hebben als trainer. Je zal nooit weten of Zang ook op die plek had gestaan. Meijers. Lekker balletje dit. Eerste kans om een voorzet te geven. Die gaat naar Immers. Die kopt hem er niet in. Oh, hoe krijgt Oenerstal die bal er nog uit? Ja, met een beetje geluk natuurlijk ook. Die voorzet is wel lekker voor Immers. En Oenerstal staat waar hij moet staan, kan je zeggen. Daar gaat Bekker. Een fijne bal van Bakker. Maar Dekker heeft hem. Heel even. Bekker. Komt er weer wat van hem. Komt er weer wat van Bekker. Komt er weer wat van Bekker. Ja, maar Oenerstal heeft een antwoord. Het lijkt een soort persoonlijk duel te zijn tussen hem en Joosten. Hij een assist en een doelpunt. Joosten twee treffers. En Bekker dichtbij een derde doelpunt voor ADO. Joosten nu wat hoger. Handje van Swinkels is genoeg. Lindhorst brengt hem er weer in. Oh, verkeerde kant op. En dan zit Lappa er daartussen. En heeft uiteindelijk Swinkels hem. Er liggen er twee op de grond. Nou, van allebei eentje. Dan zou je zeggen, tap de bal maar over de zijlijn. Maar Goppel heeft de turbo er al op staan. Swinkels gaat daar dan misschien op het been staan. En dan is dus de vraag, is dat bewust? Wordt daar... naar gekeken, dat is de vraag. En dan geeft de penalty. En dus ook rood. Rood voor Swinkels. Het stadion snapt er niks van. En dan is het dus ook een strafschop voor VVV. En we krijgen een 23-jarige eredivisiedebutant, Mike Havenkotte. De VAR heeft ingegrepen. En Mlappa profiteert daarvan. Het is 3-2 voor VVV. Opoku afgetroefd. Zang, Bakker, Meijers opeens door daar.
Bal naar Immers. Dat is niet onverstandig, want die speelt een goede wedstrijd. Legt hem klaar. Zang. Ach. Die miste elke overtuiging in dat schot. Bakker kopt, maar Zang kan daar niet bij. Meijers brengt er nog eens in. Immers ernaartoe. Ook met Tiemann kan je alles of niet spelen. Pinas om uit te halen. Ja, maar recht op Hoenestal. Goppel. Kopt de bal maar half. VVV eruit met 4 man. ADO terug met 3. Wat wil VVV? Bal in de ploeg houden of toch echt gaan voor de vierde treffer? Seuntjes geeft. Daar is de kans voor Joosten. En die raakt de buitenkant van de paal. Geen hattrick voor hem. VVV heeft iedereen terug in wat zo'n beetje de laatste kans van de wedstrijd zal zijn. Zang krijgt een hoofd niet tegen de bal. Goppel. Typt niet goed genoeg, dus heeft VVV de bal. En is het 4 tegen 2. Nu 2 tegen 2, want de andere twee VVV'ers zijn opgehouden met lopen. Is hier dan Grot. En die schuift hem erin en daarmee is het 2-4. En wint VVV in Den Haag. Het begin was dramatisch van de ploeg van Stijn. Er was een achterstand, maar een knappe comeback. En een valse start voor Groenendijk. En het is ook meteen afgelopen. Een zeer teleurstellende herstart van het seizoen voor ADO Den Haag. Het gezicht van Aaron Meijers zegt eigenlijk alles.